ben Cato van Rijkegem en ik ben eigenlijk nog maar bijna 2 jaar afgestudeerd van het KASK. Oké, ik ben Dirk Pleitman. Ik heb al een heel parcours achter de rug. Ik denk de laatste 10, 20 jaar goed mijn plan, maar ik vraag me even hoe dat jonge mensen dat doen. Ja, maar ja, ik heb zelf ervoor gekozen om ook ja, gewoon te werken om, om niet geforceerd mezelf te forceren om mijn eigen werk meteen alles te kunnen regelen. Omdat mij dat een bijna onmogelijke opdracht leek of zo. Ik heb vorig jaar de lerarenopleiding afgewerkt, dus het is mijn eerste jaar dat ik die balans moet zoeken. En nu is het zo dat ik eigenlijk financieel wel oké zit door mijn andere jobs. Maar dat die andere jobs ook redelijk veel tijd vragen, waardoor er niet veel tijd is om in mijn atelier te zitten. En dat is een balans die ik nog altijd aan het zoeken ben. Een andere praktijkwerken ben ik op zich niet verkeerd, maar het mag en niet het andere wegduwen. En ja, daarvoor, denk ik, is er wel subsidie nodig van de overheid. Er moet toch ergens iets vrijwaren, koesteren. En zo is dat ik dikwijls zeg, ik ben moeilijk regels stellen op het kunstenaarschap. Iedereen is zo anders. Dat is in het leven zo, maar zeker als kunstenaar zit al een beetje individueel op je eigen. Dus kun je daar moeilijk regels op stellen. Kun je ze alleen maar voor een stuk financieel mee helpen. That's it. Is meegedaan.